nu eerst DJ Enrico. I'm
Mark van Dalen.
I got.
Lijkt een beetje op je. Vind je? Ja, nou, het haar is iets langer. Ik weet het niet. Ja, nou, een beetje, ja. Is dit zo'n cd waarvan je zegt van, hey, dit heeft DJ Eric hier gemixt of niet? Ja, hij heeft hem gemixt en hij heeft hem ook samengesteld. Ja. En het goede van deze cd is dat je krijgt er geen nog een cd bij. Het is maar één cd. En je krijgt er geen t-shirt bij, geen videobanden van feesten. Het is gewoon één cd. En hij is ook niet goedkoper of zo. Het is een normale prijs cd. Dus dat is, ja, is heel apart voor tegenwoordig. Dus eigenlijk moet je er helemaal niks mee doen? Nee, je moet er ook niet, je kan er ook niet zomaar voor naar een winkel. Je moet er voor naar een speciaalzaak. Dus dat, ja, je moet er een beetje je best ook voor doen. Ja. Nou, War of Earth, dat is dus dat nummer met die sample van The Verve erin. Wat wij helaas moesten naspelen omdat de Rolling Stones daar moeilijk over deden.
Dat hebben we een half jaar geleden uitgebracht en toen is het redelijk gedraaid op de radio. En nu gaan we dat opnieuw doen. Dus we kunnen daar een hoop van verwachten. Voordat ik vrachtwagenchauffeur werd, was ik eigenlijk verkoper, net zoals Mark, in de winkel. En alleen een ander filiaal van een stressende platenmaatschappij. En we zouden toen samen een keertje in de studio gaan, afspraakjes maken met degene die toen de studio had. Maar nou, laten we eens een keer wat gaan doen. Ja, goed idee. Doen we. Maar je weet hoe dat gaat. Afspraak maken, verzetten. Dat vonden we allemaal niks. Dus we hebben al onze laatste spaarcenten bij elkaar gelegd. En daar hebben we onze eerste synthesizers van gekocht. Onze eerste samplers. Ja, en afvallend en staand en vallend en staand en vallend. Vooral vallen. Leert men een hoop. En dat heeft ons gebracht tot waar we nu zijn, zeg maar. En ik mag niet klagen eigenlijk, toch? Nou, ook al mocht je wel klagen, had je het nog niet gedaan. Hij mag wel eens klagen, maar dan doet hij toch niet. Ik denk dat als je hiermee bezig bent met plaatjes draaien en in die clubs allemaal een beetje rondrennen, dat je niet op een gegeven moment gezien wil worden als oude lul, toch? Dan, op een gegeven moment neemt het publiek je dan niet echt serieus meer, volgens mij. Ik blijf het liefst zo jong mogelijk eigenlijk. Vlog. Zo, word jij serieus genomen dan? Ja. sommige mensen nemen me serieus. En misschien, en dat hoop ik eigenlijk, nemen een hoop mensen me niet serieus. Want dat zou eigenlijk mijn missie gevolbracht zijn. Wat even duidelijk moet zijn, is dat Rotterdam had altijd een hele grote gabbernaam, zeg maar. Ja. Dat is echt helemaal over. Rotterdam loopt nu echt voor met clubmuziek en technomuziek. En dat willen we even duidelijk maken, zeg maar. Heeft Rotterdam een eigen sound? Niet vanuitgaande dat dat beter is dan Amsterdam of whatever. Ja. Maar heeft Rotterdam een eigen sound? Ik denk het wel. De sound, als je die vergelijkt met Amsterdam, is tikkeltje grover. Ik noem het altijd maar treintjeshuis. Er zit een soort van tjuka-tjuka zit erin en het gaat. Amsterdam is vaak wat softer in het begin. Rotterdam is... Maar toch denk ik, ondanks dat wij uit Rotterdam komen, dat we toch best een Amsterdamse sound hebben. Jawel. En dan wil ik niet als een overloper worden beschouwd. Maar dan is er Amsterdam thuis. Nee, maar ik vind toch... kijk, Rotterdam ben ik echt Michel de Heij en Ronald Molendijk, zeg maar techno-sound. Is ook wel. En wij maken toch iets vrolijkere muziek, zeg maar. Ik denk dat we het anders moeten formuleren. Ik denk dat wij een van de eerste Rotterdammers zijn die de Amsterdamse groove sound maken. Juist. Ik denk dat het een goede formulatie is. Dat is mannentaal. Wist je trouwens dat die man op die cd heel erg populair is in Israël? Hoe zou dat nou komen? Ja, hij is er een keer geweest. We praten in de derde persoon enkelvoud, hè, nog steeds. Hij is er een keer geweest en toen was het een heel gezellig feestje daar in Jeruzalem. En toen was er ook een tv-ploeg. En dat werd allemaal een beetje opgeklopt, ook voor die mensen daar. En dat is een behoorlijke indruk achtergelaten, denk ik. Dat de tweede keer dat hij daar weer was, dat hij daar weer was, toen gekhuis, zonder meer. En het is gewoon heel grappig daar dat de mensen in Israël heel erg, het is daar toch meer kinderschoenenwerk dan bijvoorbeeld hier in Nederland, waar natuurlijk House al meer dan 10 jaar bezig is. Dus ze vinden alles wat ze meemaken nog helemaal geweldig. En ze komen echt voor house muziek, niet voor speed garage, niet voor club, niet voor trends. House is house en dat vinden ze allemaal geweldig. Ik kan me nog herinneren dat DJ Jean tegen mij zei van, je muziek is leuk, kom een keer in de IT luisteren, want dan weet je het. Ik ben er geweest en sindsdien is het alleen maar voor de wind gegaan, ook onder andere mede door DJ Jean en door alle contacten die we opgedaan hebben. En we proberen onze eigen draai te geven aan de sound van nu. Mag best zeggen dat we hoop aan DJ Jean te danken hebben. Ja, is waar. Wat heb je? Hoop aan hem te danken. We hebben een hoop aan DJ Jean te danken. Hallo DJ Jean, wij hebben een hoop aan jou te danken. Aller tijden.
kijkt en luistert nog steeds naar de DJ's. Met nu 20 minuten de bekendste female DJ. 100% Isis.
So I'm gonna play it in a different style. Listen, 16 track thing. Listen, acapella style. Listen.